Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najib. Een hele, hele belangrijke mededeling in verband de hulpverzoeken. Helaas moet ik weer zo'n videoboodschap maken. Heel veel mensen bellen mij persoonlijk. Dus niet de stichting, maar mij persoonlijk. Ze krijgen ook nummers van mensen, van moskeeën, van organisaties. Zonder toestemming, dat neem ik je zeer kwalijk dat je dat doet. Dat je gewoon mijn privénummer aan iemand geeft waar je geen toestemming voor hebt gevraagd. Geen inshallah. Maar dan word je gebeld. Even, besef even mensen, barakalofingum. Besef even jullie dat jullie in mijn schoenen op dit moment zitten. Je krijgt 10, 15 à 20 belletjes per dag. En allemaal met hulpverzoeken. En het ergste soms is ook sommigen waar heel spoed bij zit. En dan denk je, subhanallah, spoed. Hier is geen spoed bij. Rustig aan. Deze iemand kan geholpen worden. Weet je? Nee, spoed nu, dit, dat. Oké, subhanallah. Dus je wordt nu bijna gedreigd om die probleem op te lossen of om die probleem op te pakken. Dit soort gevallen maak ik dus dagelijks mee. En als u zegt van, beste broeder of zuster, ik mag de hulpverzoeken niet meer aannemen, omdat er in het verleden problemen zijn ontstaan. He, je kent het wel. Dus ik mag dat niet meer. We hebben een manager bij de stichting. We hebben mensen in dienst aangenomen. En daar moet je zijn. En geef gewoon de e-mail door. info@najiba.nl. Daar moet u uw verzoek indienen. Gewoon heel netjes en aardig. En dan worden ze boos. Ja, wat voor stichting zijn jullie? Dit en dat. En daar wordt zelfs uitgescholden. Subhanallah. Geer, nogmaals, barakalofikum. Met dit soort werk moet je heel veel sabr en geduld hebben met een aantal sommige mensen. Geer, inshallah. Dus nogmaals, als er hulpverzoeken zijn, doe dat dan via info@najiba.nl. Niks gaat via mij meer. Ik hoop dat het duidelijk is. Barakalofikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.